Verbazing en ergernis in Winkel, want daar rijdt de buurtbus steeds vaker voorbij zonder ook maar één reiziger mee te nemen. Ik wilde hier de bus pakken, bus 417. En toen zag ik hem aankomen en toen reed hij voorbij. Toen heb ik mijn moeder geappt van welke bus moest ik hebben. Ja, 417. Ja, die reed net voorbij. Zat er niemand in? Nee, er zat echt niemand in. Ja, hij heeft net een week een OV-kaart. Zit in de brugklas in Schagen. En hij ging vandaag voor de allereerste keer zelf met de bus. Dus dat was een behoorlijke domper. Maar de laatste weken hoor ik het bericht vaker. De ellende komt voort uit het schrappen van buslijn 150 afgelopen zomer. Chauffeurs van de buurtbus zouden sindsdien opdracht hebben gekregen om alleen mensen mee te nemen in dorpen waar geen andere bussen rijden. Ik vind het niet kunnen. Het staat nergens vermeld. Niet in de stukken van Connection. Het staat niet bij de bushalte. Het is in mijn ogen is het willekeur. De inzet van buurtbussen zorgt ook in Waarland voor problemen. Daarom wordt geprobeerd de oude buslijn 150 tussen Schagen en Alkmaar weer terug te krijgen. Ja, gaat heel goed. We zaten de eerste dag zaten we al ruim op 400 ondertekeningen. En inmiddels zitten we op de 623. Als ik uit school kom, dan meestal mis ik de bus dan. Nu met de nieuwe dienstregeling. En dan moet ik een uur wachten op de volgende. En dat is gewoon ja, vervelend. Ja, dat de bus gewoon terugkomt. En als dat echt niet mogelijk is, dan in ieder geval in de spits. Maar er zijn natuurlijk niet alleen scholieren, maar ook gewoon andere mensen die naar hun werk gaan. Of gewoon op visite bij iemand die natuurlijk ook de bus nodig hebben. Dus dat willen we eigenlijk gewoon helemaal terug.